Zal bij maximaal 1 turbo banden, 24,5-32, dat is waar het maximaal mag gebeuren. En deze combinatie komt uit Engeland. Andy Miller daar natuurlijk achter als grondvaller, maar Mike Simmons de rijder is. En we nog niet zo heel veel temperatuur mogen hebben, dan proberen we daar in te krijgen straks. Wat een gek. Waar we jouw kamp begin nog niet gekeken heb, maar die was gisteren kolomvond. Ik kan al zijn er natuurlijk ook eventjes dat overleg van alle kanten mee opvoeren. Af. Kijk aan, de Green Apple! Pekka Helvi! En zet hem aan op. Als hij heel blij. Nu was hij nog niet op druk, hij mag terug naar de 0-1. De F-16, die zo taai onderling kan zijn. En dat het nog steeds is, ga je zeggen? Gaan wij voor de tweede afstand over de 150 daarmee. Meter, dat laat hem heel snel rennen. Ik hoor hier rond die 70 meter al iets. En daar in de plus voorbij. Zie je precies dat uitlaatspreidstuk wat omwikkeld zit met doek. Om die temperatuur zo goed mogelijk bij de turbo te krijgen. Want die temperatuur komt uit het motorblok, gaat via de turbo. En warmte is energie. Hè? Hetzelfde punt als waar het met Mike Simmons. Het pupil wegvallen van. En laat hem werken. We zien de banden wangen aan deze kant. Dus gaat die te hoog op de stijgerbegrenzers, komt er terug en dan grijpt hij die kant op. Zeg je, een rijderspunt van 150 meter. Maar net die eerste meters, had hij even wat moeite.
Maar dat zie je aan het eind van de run terug. Het team van drie koers. Deze zult weer van de heetste spel overleden van zin. Kijk hoe die staat gekomen in deze machine. De laatste verhaal. Hier zo rond die 75 meter. Dus niet wat we gaan horen, daarna komt er weer een kop van bot. Zes keer aan moet tikken onderweg, dan is de balans gewoon niet meer optimaal. Goeie start, goede balans. Dan zeker deze kant ook eventjes de aandacht voor de Red and Traction, want de machine. Rijen van de Wetering op dit moment erop waren. Helemaal kapot gegaan in Volksmarkt in Duitsland. Aan het begin van dit seizoen. Ik zie het al gewonnen, ik zit er blijven.
heerlijk met die hik. Ah ja. Dat hij dat liet zien. Oh, was dit niet goed de competitie. Als er zo weer meteen staat, gaan we in de plaats nummer 1. We hebben het duidelijk gezien. Maar het